De Southern Resident Killer Whales zijn de kleinste groep orka's in de Grote Oceaan. Orka's zijn het grootste lid van de dolfijnenfamilie. En ze zijn ongelooflijk slim. De Southern Resident is de enige groep die bestaat uit 3 troepen, verwezen als de J, K en L troep. Elke troep heeft zijn eigen stamhoofd, de meest dominante vrouwelijke orka, en in eigen taal. Deze geluiden kunnen 16 kilometer ver nog te horen zijn. Een troep heeft een immens sterke familiebond met andere groepsleden. Ze blijven vaak hun hele leven bij elkaar. Troepen komen elkaar een paar keer per jaar tegen. Maar deze dieren worden bedreigd. In 2019, de populatie van alle troepen bij elkaar zijn 73 orka's. Hun voornaamste bedreiging is dat hun prooi, zalm, met grote hoeveelheden uit het water wordt gevist, zodat er niks overblijft voor de orka's. Als zij niet genoeg kunnen eten, moeten zij hun vet verbranden, wat ervoor zorgt dat hun immuunsysteem aangetast wordt. Een andere bedreiging is dat de zee vervuild is met chemicaliën. Deze chemicaliën verpesten het voortplantingssysteem van de orka's. Het grootschalige schepenverkeer en het lawaai dat daarbij komt, schrikt de prooien af. En het verstoort de echolocatie die orka's gebruiken om hun prooien te vinden. Al deze oorzaken zorgen voor een lage populatie van deze orka's. Wanneer de populatie onder de 70 raakt, kunnen de orka's niet genoeg kalfjes creëren om hun soort te redden. Maar het kan gestopt worden door het kiezen van uw vis. De Southern Residents eten voornamelijk chinookzalm. Het zou enorm helpen als de mens die niet eet. Door lokaal eten te kopen, verminder je het gebruik van fossiele brandstof. Door het opruimen van rommel in jouw omgeving, recycle of hergebruik van producten. En natuurlijk, vertel anderen over de bedreigingen van deze orka's, zoals deze video. Onze wereld is in verbinding met die van de orka's. Samen kunnen we een verschil maken.